Australiërs aan de haal met onze KBX. En kapper aan de haal met onze koning. Welkom en hartelijk welkom bij Royalty Vandaag. Zometeen ook nog de Spaanse koningin die bijna onderuit gaat. En beelden van ons koningspaar op staatsbezoek in Luxemburg. Maar eerst bespreek ik met koningshuisdeskundige Pieter Klein-Beernink opvallend vliegtuignieuws uit Australië. Pieter, hartelijk welkom. Hoi. Het gaat over de KBX, ons oude regeringsvliegtuig. De Fokker 70 die van midden jaren 90 tot vorig jaar dienst heeft gedaan. En daar is nu nieuws over. Wat is daarmee? Hij vliegt weer rond in Australië dan dit keer. Hij is van Alliance Airlines en ze laten VIP's ermee vliegen. Dus ze hebben een speciale tour die je kan maken, natuurlijk voor een hoop geld. Maar het vreemde eraan is dat het toestel volledig uitgedost is, zeker aan de buitenkant, als ons oude regeringstoestel. Al het oranje zit er nog op. Vreemd. En je vraagt je af of het niet bedongen is dat er afgehaald moet worden. En ik vraag me ook af of de kussentjes met het Rijkswapen nog binnen liggen. Er was zo mooi met gouddraad het Rijkswapen opgeborduurd. Ja, zeker. Vraag me af. Ja, maar dat is inderdaad opvallend. En nu worden daar dus VIP's in rondgevlogen. En wordt het dan ook zodanig verkocht? Zo van, hier, vliegen in het oude vliegtuig van de Nederlandse koning? Hoe moet je het anders verkopen? Ja. Want het is van staart tot zijkant tot motoren nog oranje. Dus het lijkt een beetje raar. We praten zo verder, Pieter. En ondertussen vlogen onze koning en koningin woensdag met een wat nieuwer toestel naar Luxemburg voor een 3-daags staatsbezoek aan dat land. En wat heel veel mensen opviel, was het kapsel van de koning daar. Links dus in Luxemburg, waar... Nou ja, toch ietsje meer gel in zit dan bijvoorbeeld afgelopen Koningsdag hier rechts. Maar zo nieuw is dat helemaal niet. Want die naar achteren gestaalde koninklijke lokken had hij ook al tijdens het staatsbezoek in Canada. Dit is een foto in 2015. Pieter, dat werpt toch de vraag op of hij misschien een soort staatsbezoekerkapselkoep heeft. Nee, daar geloof ik niks van. Wie weet was het een mooie zonnige dag en wilde hij wat kleur krijgen. En Maxima doet haar ook wel eens anders. Zo is het. Ja. Dus niks aan de hand verder. Nou goed, vandaag is dus dag 2 van het staatsbezoek aan Luxemburg. En onze cameraman Laurens Slooijen en politiek commentator Wouter de Winter zijn meegereisd. Ik vroeg Wouter eerder vanmorgen hoe het bezoek tot nu toe verloopt. Ja Maarten, zo'n bezoek verloopt eigenlijk altijd wel zoals gepland. Het is al maanden in voorbereiding door beide hoven hier in Luxemburg, maar natuurlijk ook in Den Haag. Dus grote verrassingen verwacht je niet. En koning weet precies wanneer en hoe hij over die rode loper moet lopen. Wanneer en hoe hij moet knikken naar het vaandel, et cetera, et cetera. De enige verrassing die we gisteren min of meer toch wel een beetje merkten, maar dat was vooral achter de schermen, was dat de hoed van Maxima nog wel tot enige opwinding leiden, vooral bij de fotografen, want die proberen de ogen van de koningin te fotograferen om emotie ook te registreren. En het ding was zo groot dat af en toe heel moeilijk was. Dus dat zorgde voor enige frustratie. Maar er is mij verzekerd dat vandaag en morgen de koningin geen hoed, of in ieder geval geen grote hoed meer op heeft. Dus ook dat euvel moet dan verholpen zijn. Wouter, onze royals die kennen hun Luxemburgse collega's goed, hè? Dat is bekend. Merk jij daar iets van die band tussen de beide vorstenhuizen? Nou, je merkt dat er echt wel een goede band is, hoor. In elke familie gebeurt natuurlijk voortdurend wat. En niet iedere familie is altijd goed met elkaar. Deze familie is al heel oud, hè. De oorsprong ligt echt in de 13e eeuw. Maar je merkt wel dat mensen in hun omgang echt vriendschappelijk zijn. Er wordt gezoend uitgebreid. 3 zoenen zag ik trouwens vandaag her en der voorbij komen. Net als in Nederland. Maar je zag ook gewoon hele vriendelijke, amicale verhoudingen. Dus je merkt dat de beide vorstenhuizen heel goed met elkaar zijn. En maakt het zo, toch wel wat gezelliger, denk ik, aan zo'n dinertafel gisteren. Maar ook bijvoorbeeld bij de contraprestatie, het concert vanavond. Maar Wouter, we hebben het wel over Luxemburg, hè? Niet de meest belangrijke natie in Europa. Is het nou ook een belangrijk bezoek? Nou, het is niet echt een heel erg belangrijk politiek bezoek. Er staan hier niet zaken op de agenda waar je nou heel erg van schrikt of die heel erg gevoelig liggen. Toen de koning bijvoorbeeld in China was, was dat wel andere koek. Toen werd er door hem meerdere malen ook de mensenrechtensituatie ter sprake gebracht. En dat is natuurlijk een beladen onderwerp in China. Dus je merkt dat dat soort dingen, daar kijk je dan toch even wat scherper naar. Hier heeft natuurlijk die kwestie met belastingen gespeeld. Er is nog steeds wel af en toe enige vrevel over het belastingregime en de belastingcontrole en dergelijke. Maar daar lag het zwaartepunt ook alweer van enige tijd geleden. Dus het is vooral voor de goede banden. We hebben het eerder gezegd deze week. Maar ook goede banden moet je onderhouden. Zo werd mij verzekerd in hofkringen. Dus dat nemen we dan maar voor waar aan. Hè?
Laten we dat maar doen. Wouter de Winter in Luxemburg, dankjewel en werk ze daar. Terwijl we ook nog, Pieter, de prachtige beelden zagen van dat superdiadeem dat Maxima droeg, hè, sinds 1971 niet meer gezien. Maar wij moeten het nog even over die staatsbezoeken hebben, want het lijkt erop dat de koning aardig de sokken erin zet sinds zijn aantrekking. Zo lijkt het inderdaad, omdat hij in juni naar de Baltische Staten gaat en nu dan al in Luxemburg is. Maar die Baltische Staten moet je eigenlijk zien als één staatsbezoek. Het gaat ook achter elkaar door, dus van het ene land naar het andere, zoals koningin Beatrix dat ook wel eens deed. Dat mag je daar zo niet zeggen, denk ik. Nee, dat mag je daar niet zo zeggen. Maar Den Haag, natuurlijk zijn er verschillende agenda's ook. Maar het is ook, denk ik, één achterliggend gebaar. Namelijk, wij steunen jullie in de spanningen die er zijn in dat deel van de wereld. Ja, dus je kunt niet zeggen dat Beatrix dat minder belangrijk vond of dat het een andere tijd was. Nee, zij had ook jaren dat ze meerdere staatsbezoeken deed dan twee. Twee is het standaard aantal. En je zou kunnen, dit jaar zijn het er eigenlijk tot nu toe twee. De Baltische Staten en Luxemburg. Zometeen meer, Pieter. Zometeen nog één keer smullen van de Royal Wedding natuurlijk. Dat moet in deze week. Maar eerst koninklijk nieuws in het kort. Met de fitste prins van heel Europa. Dat is kroonprins Frederik van Denemarken. Die komende zaterdag 50 jaar wordt. Dat wordt deze hele week gevierd. En maandag begonnen de festiviteiten met een bijzondere rondreis, kun je zeggen. Hij deed op één dag mee aan 5 loopevenementen, zeg. In 4 steden liep hij eerst een mijl. Met als toetje nog even de 10 kilometer in Kopenhagen. En zo'n 70.000 gewone Denen deden ook mee aan de Royal Run. Een achterlijk momentje voor de Spaanse koningin Letizia, want tijdens haar bezoek aan de Dominicaanse Republiek gaat ze hier bijna onderuit. Maar het loopt goed af. Het is een werkbezoek. Ze wil weten hoe de Spaanse ontwikkelingshulp daar uitpakt. En later deze week bezocht de vrouw van koning Felipe ook nog buurland Haiti. Een gedenkwaardig eerste optreden van prins Harry als getrouwd man. Want dinsdag werd hij tijdens een praatje op een feestje in de tuin van Buckingham Palace even lastig gevallen. We zagen het door een bij. Of een of ander beest. Hoe dan ook, de royals ontkomen ook niet aan de lente, zullen we maar zeggen. En Meghan, die had er duidelijk plezier in. En alle royals die zijn er zonder steekwonden vanaf gekomen, gelukkig. Pieter, zag ik daar naar prins Charles in de gauwigheid met een stok? Hij heeft in het verleden wel vaker een stok gehad. Ik denk dat dat toch prettig is. Hij is ook de jongste niet meer. Hij wordt binnenkort 70 jaar. Dat was ook de reden van het feestje in de tuin. Ja. En het was een lange dag natuurlijk, hè? Ook voor hem. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. De officiële trouwfoto's kwamen natuurlijk een paar dagen na de Royal Wedding naar buiten. Prachtige plaatjes. En het leuke was, de fotograaf die heeft eigenlijk een beetje een boekje open gedaan over hoe dit allemaal tot stand gekomen is. Ja, dat was de fotograaf van deze foto inderdaad. En hij vertelde, het was lastig om er wat gewoons van te maken. Dat was het woord dat hij gebruikte, want wat hij graag wilde was dat de mensen niet naast elkaar stonden. De koninklijke familie stelt zich natuurlijk al snel op als een soort vuurpeloton. En alsof het voor een vuurpeloton is. Ja. En hij zei ook, dat is wat ik niet wil, met die woorden ook. En ik wil niet een teamfoto van een groep wielrenners die bij elkaar staan, kaarsrecht. Een familie. Maar gezellig. Een kind op schoot, sommigen zitten, anderen staan, anderen op de grond. En zei, om dat gedaan te krijgen, dat was het lastigste. Nou, dat is goed gelukt. Ja. En we kunnen het paar hier in Nederland bewonderen, begreep ik, in het najaar. Volgens de BBC komen ze hier naartoe. Ze gaan een hele trip maken, zoals ook William en Kate dat hebben gedaan, overigens naar hun huwelijk. Het hoort er een beetje bij je, alsof je aan de wereld wil laten zien dan. Maar het zijn ook goodwill trips voor koningin Elisabeth, die ze toch wat moeilijker kan maken in haar 90ste. Ik bedoel, ouder dan 90. Nou. Het is ongelooflijk eigenlijk dat ze nog koningin is. En op een van die trips zouden ze dan ook Nederland aandoen. We wachten het af. Dank je wel voor nu, voor alles wat je verteld hebt, Pieter. Ja, en omdat verder alles wel over de grote dag inmiddels wel gezegd en geschreven is, maar we er toch geen genoeg van kunnen krijgen, laten we u voor deze keer achter met de hoogtepunten. Nog één keertje genieten van een stralende en historische 19 mei 2018 to Windsor. Bedankt voor het kijken naar Royalty Vandaag en graag tot volgende week. Dress, what did you think? Oh, it was beautiful. She looked stunning. It was perfect. The dress, understated elegance. Absolutely beautiful. She looked beautiful. He looked really handsome. The bridesmaids and page boys were gorgeous. It's just been super. As long as you both shall live. Love of God and love of neighbor hang all the law, all the prophets, everything that Moses wrote, everything in the holy prophets, everything in the scriptures, everything that God has been trying to tell the world. Love God, love your neighbor.
Thank you.